De mensen uit mijn directe omgeving, die weten hoeveel waarde ik hecht aan een goed onderhouden gebit. Dat weten ze. Dat weten de mensen uit mijn directe omgeving. En ja, ik zeg dan ook altijd tegen ze, zeg ik altijd. Ik zeg altijd van ja, jongens, weet je, een goed onderhouden gebit is als dat is de hoeksteen van je lichaam. Dat zeg ik altijd. Kun je vragen aan iedereen, dat zeg ik altijd. Weet je, ik zeg ook altijd ja. Een goed onderhouden gebit, dat is hetzelfde als een blije kip. Weet je, een kip die zet je ook niet op 1 vierkante meter te grazen. Die laat je ook lekker rennen en spelen. Anders heb je zo'n geruidige kip. Ja, dat schiet niet op. Dus ja, de mensen uit mijn directe omgeving, die zeggen dat dan ook tegen de mensen uit hun directe omgeving. Dus ja, tegen andere mensen zeggen ze dat. Dan zeggen ze van ja, maar Vincent, die zegt dat een goed onderhouden gebit de hoeksteen is van je lichaam. Waarop die andere mensen dan zoiets hebben van, dus? En? Wie de fuck is Vincent? Maar goed, daar gaat het nu niet om. Waar het wel om gaat, is dat ik op mijn beurt, ja, dan het goede voorbeeld moet geven natuurlijk. Dus dat ik mijn gebit goed onderhoud. Ja, en dat doe ik onder andere met tandenstokers. Snap je? En ja, ik hou mijn tandenstokers dus altijd bij de supermarkt. Die haal ik bij de supermarkt en daar betaal ik voor 100 stuks betaal ik 99 cent. Voor 100 tandenstokers betaal ik dus eigenlijk gewoon een euro. Nog geen euro. Dus ja, als je dan even narekent, is dat nog geen cent voor een tandenstoker. Dus ja, dat is relatief goedkoop, denk je dan. Ja, dat denk je dan. Maar dat dacht ik ook. Maar wat gebeurt mij nou laatst? Ik loop dus toevallig in zo'n koopjeswinkel. Loop ik. En wat zie ik vanuit mijn ooghoek? Zie ik een pakje tandenstokers. Ik zie een pakje, en wat denk je? 49 cent. Ook voor 100 stuks. Ik denk, ja. Verhip, dacht ik. Dat is de helft goedkoper. Ben ik even mooi in de zeik genomen al die jaren? Dat is wat ik dacht. Maar tegelijkertijd dacht ik, want zo ben ik ook. Ik ben ook een positief denker. Dacht ik, ik heb hier even een mooi koopje gescoord. Ja, dat is de Hollander in mij. Ik heb hier even een mooi koopje gescoord. En mag jij eens raden waar deze jongen de komende jaren zijn tandenstokers gaat halen? Nou, niet bij de supermarkt in ieder geval. Dat dacht ik. En ik dacht ook, nou, wauw, ik ga gelijk naar huis om die tandenstokers eens even lekker uit te proberen. Ik ga het er eens even van nemen, dacht ik. Dus ik ga gelijk naar huis, ik ruk het pak open en ik pop tandenstok begin gelijk te rachen. Wat denk je? Ik ben nog geen 2, 3, 4 tanden verder, breek die tandenstok af. Ik denk, dit kan niet waar zijn. Ik denk, weet je wat, dit kan de beste overkomen. Ik pak gewoon nog een tandenstoker. En wat denk jij? Gebeurt gewoon precies hetzelfde. Ik heb er uiteindelijk 5 tandenstokers over gedaan. Om heel mijn gebit aan kant te krijgen. Waar ik normaal van die tandenstokers uit de supermarkt er maar 1 tandenstoker voor nodig heb.
Dus ja, dan kun je nagaan dat het uiteindelijk toch dan waar blijkt te zijn wat ze heel vaak zeggen. Weet je wel, dat goedkoop achteraf vaak duurkoop is. Voor tandenstokers wel in ieder geval.